Jochem van Gelder en Jochem Meijer overwegen een serieuze carrière-move. Van presentator en cabaretier naar vuilnisman. Daar leek het dinsdagochtend tenminste wel even op bij afvalverwerker Sita in Helmond. Dat doe je heel goed. Ja, ja, ja. Carrière switch? Ik zit er wel aan te denken, ja. Maar dat voelt goed, hè? Wij zouden dat toch een mooi stel zijn zo op de wagen, niet? Dat zou vrij snel gaan, ja. Jochem en Jochem stonden op de vuilniswagen voor hun stichting Energy for All. Wij zijn de PR-ambassadeurs van de stichting Energy for All. En dat is een stichting die zich inzet voor kinderen met energiestofwisselingsziekte. En Sita heeft bedacht, en dat is een subliem idee, om op al hun vuilniswagens die door Zuid-Nederland rijden en Midden-Nederland, om ons affiche erop te zetten en aandacht te vestigen voor de stichting, voor kinderen met energiestofwisselingsziekte. De stichting financiert onderzoek naar een medicijn voor de energiestofwisselingsziekte. Okay, Energy for All, dat is geen energiedrankje of wat dan ook. Dat is een stichting die zich inzet voor kinderen met eigenlijk een halfvolle batterij. We gaan even die meneer met die hele volle batterij iets vragen. Ja, die heeft energie. Jouw batterij is helemaal niet leeg, half leeg. Nee, klopt. Dat is het mooie ervan. Ik heb natuurlijk een volle batterij en ik weet als geen ander hoe het is om met een halfvolle batterij te leven. Ik zou het namelijk niet overleven. Dus vandaar dat ik me inzet voor deze stichting, ja. In Nederland wordt iedere week een kind geboren met deze ziekte. En inmiddels zijn er duizenden kinderen en overlijden er in Nederland alleen al ongeveer 30 kinderen aan deze ziekte, waar dus nog anno 2009 nog steeds geen medicijn voor is. Oké, okay. Nou, aan het werk zou ik zeggen. Aan het werk moeten we, juist. Dan gaan we door. Ja. Ga maar, mag ik het al? Ja, gaat u weer.